Nou, we zijn gestart met de Nationale Sportweek eigenlijk uit de ervaring van de afgelopen jaren. Een stukje vanaf de feedback vanaf collega-ondernemers die er succesvol mee omgegaan zijn. We zijn benaderd door een evenementenbureau. Eigenlijk altijd de afgelopen jaren gedacht van we moeten er wat mee gaan doen. Het is een kans denk ik voor heel de sportdetailhandel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar collega-branches, de Nationale Boekenweek. Ik denk dat we in dat verlengde moeten gaan kijken hoe succesvol dat is ten opzichte van onze branche. Denk ik dat we daar heel veel kansen hebben die we met elkaar moeten beetpakken. Leading er wel in is dat je samenwerking zoekt. Alleen kan je niet zoveel. Alleen is het vaak heel prijzig, heel kostbaar. Dus je moet de samenwerking zoeken met verenigingen of met evenementenbureaus, scholen. Wij hopen ook collega-ondernemers te stimuleren. Nogmaals, ook collega-ondernemers bij mij in de plaats. Die zeggen van, joh, wij willen daar ook in meegaan. Graag zorg dat je inderdaad een draagvlak hebt. En dat mag best een concurrent zijn van je. Daarnaast hebben we gemeenten. Onder andere dus de scholencomplexen die inderdaad vaak ook nog een sport en bewegen een afdeling hebben die we daarbij willen betrekken. Een stukje organisatie ook uit handen daar naartoe willen geven. Vaak hebben ze stageopdrachten of iets dergelijks. Verenigingen die willen vaak een hoop investeren, dus die willen tijd en mensen investeren om zichzelf te presenteren. Delegeer het heel goed, want het is heel makkelijk en iedereen wil je helemaal vol stoppen met werk. Maar delegeer goed van de evenementen die gedaan worden. Een draaiboek is daar leading in. Zorg dat je inderdaad de punten goed regelt. Dat het op de dag en op de tijd van het evenement, dat ook eigenlijk alles voorbereid is. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is om ook voor jezelf het leuk te houden. Ja, gewoon heel veel handen maken licht werk. Dat moet denk ik het kernwoord zijn. En ja, vergelijk het met een teamsport. Je moet het met een team doen. En dat moet je denk ik met die organisatie ook doen. De doelstelling die wij voor ogen hebben van de Nationale Sportweek is enerzijds de consument, de mensen bekendmaken met de sporten. Onder andere wat nieuwe sporten. Commercieel oogpunt is natuurlijk ook belangrijk. Dus onze doelstelling is absoluut om traffic te verhogen. Maar ook om eens positief in het nieuws te staan. Van joh, wij zijn ook bezig met sporten. Je kan hem heel breed trekken. Ook een stukje gezondheid kan je erin meenemen. Want dat is ook een doelstelling van de Sportweek. Zorgen dat de mensen bewust worden dat ze gaan sporten. Een stukje voedingsadvies kan daarin in meegenomen worden. Om de consument daarin te stimuleren om te gaan sporten. En om even na te denken over de gezondheid. Dus het moet wel echt iets groots zijn dat er eigenlijk continuïteit in zit. Dus dat er een hoop gebeurt in die week. Waarbij ook een heel breed scala wordt aangehaald. We willen heel veel organiseren, maar we hebben een beperkt budget. Want wat levert het op? Dat is altijd de vraag. We zoeken wel de traffic op. Dus ja, te denken zijn van in het verlengde van de dingen die georganiseerd kunnen worden. Noem een wandeltocht, die start bijvoorbeeld vanuit onze winkel. Verenigingen die zich bij ons kunnen presenteren. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik denk altijd van wees creatief en praat met veel mensen. En dan komt er vanzelf uit die trechter komt er een heel mooi plaatje. De manier dat zoals wij de Nationale Sportweek onder de aandacht bij de mensen willen brengen is onder meer inderdaad vanuit onze winkel. Er komt echt een speciale sportweekkrant komt eruit. Die wordt ondersteund door adverteerders, dus ook kosten neutraal om het aan te halen. Dan hebben we nog een stukje social media die we erin in gaan betrekken. We willen onder andere met Facebook, Twitter, onder andere direct mail. Weet ook zeker dat het eerste jaar nooit het succesnummer is. Je moet ermee groeien. Dus zeg ik altijd, gooi nooit gelijk je handdoek in de ring. Want je moet het bouwen en zorgen dat de consument volgend jaar weer komt. Waarbij je ook steeds succesvoller wordt in het organiseren. En steeds meer revenue ervan ondervindt. We hebben bewust gekozen eigenlijk om eerst in Delft te starten. Om daar te leren van hoe gaan we dat neerzetten. Een draaiboek te schrijven. En het dan uit te rollen naar de rest van de plaatsen toe. Ja, wat ik kan aanraden naar collega-ondernemers.
ja, wat ik dan eigenlijk misschien te laat gedaan heb, maak die start. Doe er wat mee. We hebben de kans, alleen het moet nationaal uitgezet gaan worden. En dan kan het tot iets heel moois en iets heel groots groeien. Waarbij we denk ik allemaal iets heel waardevols in de handen hebben.